Ja, in de eerste helft waar we een goal mogen begroeten. Waarbij we best tevreden zijn met de manier waarop we georganiseerd staan. We krijgen een goal. In aanvallend opzicht denk ik een van de mindere wedstrijden van na de winterstop. En dat we hier met een punt wegkomen, daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, daar is denk ik alles mee gezegd. En mochten er vragen zijn betreft ons spel, dan wil ik ze graag beantwoorden. Maar ik denk dat dit voldoende is. Dan is het woord nu aan Jurgen Strebbel. Ik heb daar geen vragen over, Robert. Ja, ik denk dat wij... In de eerste helft veelvuldig de bal hebben gehad. Dat we ook een aantal kleine mogelijkheden en een grote mogelijkheid hebben gehad. Een bal op de lat hebben gehad. Het tempo had wat omhoog gekund. Maar de tegenstander, wat Robert zegt, is inderdaad prima georganiseerd. En dan hadden we een iets hoger tempo moeten creëren. Maar wij hadden wel het gevoel dat we ze uiteindelijk konden breken. En inderdaad, zij krijgen één halve mogelijkheid en die kopte die aardig binnen. Dat zul je dan altijd zien. De tweede helft hebben we tempo wat omhoog gedaan. Hebben we veelvuldig op de helft gespeeld. Hebben we kansen gekeerd. Grote kansen, kleine kansen. Veel kansen. Maar uiteindelijk ging er maar één in met Arber. En is het 1-1. En daar moeten we mee leven. Qua voetbal hadden we waarschijnlijk meer verdiend. Maar qua balbezit enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk gaat het om doelpunten. Dat weten we allemaal. En dat was volgens mij het enige aspect wat vandaag was minder was. Dankjewel. Dankjewel. Zijn er nog vragen voor de trainers? Nee. Dan meld ik nog even dat de eerstvolgende wedstrijd op 24 februari om 7:45 is. Dan ontvangen wij Excelsior. Van u dank voor uw komst. Een goed weekend en Roda een goede reis richting Kerkrade.